Chester en welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Chester. Vandaag ga ik het hebben over de interactie die ik met jullie heb natuurlijk als je deze video kijkt. Want ik wil iets gaan veranderen voor jullie, dat jullie nog meer interactie met mij hebben natuurlijk. Want zoals jullie weten, likte ik eigenlijk nooit of reageerde ik bijna nooit op een comment op mijn YouTube kanaal. Vanaf nu ben ik dat van plan proberen te gaan veranderen. Dus ga ik proberen meer op reacties te reageren. Dus als jullie vragen hebben, daarop te reageren. Want vooraf deed ik dat bijna nooit. En nu denk ik wel dat ik dat wil gaan doen. Gewoon simpelweg omdat jullie het ook verdienen. Waarom ik dit wil doen, is omdat ik op Twitter al heel veel interactie met jullie heb. Als je me nog niet volgt op Twitter, kijk dan even hier beneden in de beschrijving. Als jullie alle linkjes van mijn Instagram, Twitch en Twitter, volg me natuurlijk daar ook eventjes op. Hier staat ook mijn Twitter open. Zoals je weet, al like je een video van mij, dan krijg ik een melding daarvan. Ik ga jullie nu laten zien. Hier heeft Tim, oftewel Leeuwenpack, een video geliked van mij. En die like ik dan. Zo. Dat doe ik bij elke video zo en zo al. Ik retweet het niet. Waarom ik dat niet doe, is omdat het gewoon anders op mijn profiel komt te staan. Dan vind ik irritant, dan spam ik iedereen zijn tijdlijn weer vol. Dus daarom doe ik dat niet. Maar, ik ga zoals jullie weten, als ik een vraag krijg op Twitter, beantwoord ik hem 9 van de 10 keer altijd. Waarom ik dat doe, is natuurlijk gewoon dat jullie het recht hebben om antwoord te krijgen op vragen die je tegen mij hebt natuurlijk. En dat komt natuurlijk nu ook op mijn YouTube kanaal. Dus ik ga vanaf vandaag op elke reactie proberen te reageren die onder mijn video komt te staan. Schrijf er dan nog wat terug. Weet ik niet of ik dan nog wat op reageer. Want dan ligt het gewoon aan wat je dan nog een keer vraagt of iets. Ik ga voor jullie proberen meer te reageren. Omdat ik dat gewoon ook leuker vind. Meer interactie met jullie. I don't know. Ik weet niet of jullie het leuk vinden. Vind je het natuurlijk nou leuk? Laat dan even je blauw duimpje omhoog achter. Helpt mij natuurlijk enorm. Ja, wie weet heb ik wel op jouw comment gereageerd nu als je deze video kijkt. You never know. Het kan ook zo zijn dat je gelijk een comment terug hebt. Het kan ook zo zijn dat je pas een dag later een comment terug hebt. Het ligt er gewoon aan hoe druk ik het heb bijvoorbeeld met school. Volgend jaar, zoals je weet, heb ik natuurlijk mijn examenjaar. Dan wordt sowieso YouTube echt gewoon fucking zwaar voor mij. Maar ik ga het gewoon voor jullie proberen vol te houden. Wie weet gaan we dan gewoon keihard knallen volgend jaar. De subs gaan op dit moment chillen. Kan natuurlijk ook al dood, maar dan ook echt dood lekker. En ja, laten we even kijken. De video van vandaag staat nu, even kijken, 15 minuten online. En in 15 minuten heeft hij al 20 likes en 1 dislike. En misschien kunnen we nu even reageren op deze comment. Leuke video, even kijken. We gaan even voor jullie live reageren hier zo. Leuke video'tje zo. Die subs kunnen wel wat hoger. Wat een content. Hou van je fits. Dan gaan we nu even reageren. Hier. Thanks. Man. En dan even een uitroepteken. Oh, dat is niet helemaal goed gegaan. Thanks. Man. Uitroepteken. Zoals je hier ziet. En dan doen we beantwoord. En nu heb ik weer wat beantwoord. Zoals je hier ziet heb ik alweer wat meer beantwoord. Kan ik een call op Skype? Nou, dat gaan we dan niet doen. Want ik krijg ook heel vaak de vraag of ik mensen toevoeg op Skype. Dat doe ik niet, want Skype is voor mij gewoon privé. Dus I'm sorry als ik je niet toevoeg op Skype. Als je me wel hebt gevonden of zo. Ik voeg gewoon geen mensen toe. Simpelweg omdat ik gewoon, mijn Skype is privé. Ik ga binnenkort ook overstappen op Teamspeak. En dan hou ik echt Skype alleen nog maar voor mensen die ik ken. Dus ga ik ook weer een heel nieuw Skype aanmaken daarvoor. Want sommige mensen hebben wel mijn Skype. Ik ga gewoon proberen wat naar Teamspeak over te stappen. Omdat simpelweg ook gewoon andere mensen dat gebruiken die ik ken. En ik vind het gewoon, ja, beter. Want Teamspeak is gewoon meer privé, als je begrijpt wat ik bedoel. Dan heb je alleen een server en dan kan je niet achter iemands IP-adres komen, geloof ik. I don't know, het zal heus wel. Je kan ook op andere manieren achter iemands IP-adres komen. Dat weet ik sowieso zeker. Maar ja, om even terug te komen op het onderwerp natuurlijk. Ik ga voor jullie meer reageren op comments. Op Twitter beantwoord ik sowieso alles. Dus volg me op Twitter als je dat nog niet doet. Volg me op Instagram om mijn foto's te liken. Daar hebben we bijna al de 1100 followers. En op Twitter de 2000 followers. Dus het gaat nice, jongens. Bedankt voor het kijken naar deze video. Abonneer voor meer. Tot morgen om 3 uur precies bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. Misschien dat ik binnenkort ook iets met mijn tweede kanaal weer ga doen. We will see, we will see. Maar bedankt voor het kijken. Tot morgen, jongens. Doei.